President Desiree Bouterse heeft zich georiënteerd voor een op te zetten kunstgrasveld ten behoeve van Mottons Hoop. De sportaccommodatie zal opgezet worden op het terrein van de openbare school te Mottons Hoop, omdat er elders in de buurt geen ruimte beschikbaar is gevonden. Helmond Proeven vertelt ons meer hierover. We zijn op de Mottons Hoop school van project Mottons Hoop. Waar we dus bezig zijn om een project te kunnen uitvoeren met de president. En waar gaat het project om? Nou, het gaat erom dat de buurt al jarenlang mag naar een eigen sport, recreatie, zeg maar de mogelijkheden voor de kinderen. Dus in dit geval hebben we dus gevraagd aan de president voor een sport- en kunstmatveld, zodat ook onze jongeren op verantwoorde manier kunnen sporten. En wanneer staat het project? Nou, de president is net, hij is zich komen oriënteren. Hij wil zelf kijken als het wel, als de ligging goed is. En nu is het afhankelijk van de regering om het startsein te geven. Het is een droom die, jarenlang hebben we dit gehad als buurtbewoners en het wordt eens weer werkelijkheid.